Ik kom eraan heb ik geschreven naar aanleiding van een nachtmerrie. In mijn droom werd iemand door een groep mensen iets heel verschrikkelijks aangedaan. En toen ik die persoon net gered had, bleek dat hij er zelf voor gekozen had. Toen liepen de rillingen me helemaal over het lijf. Ik werd banend in het zweet wakker en ik dacht gelijk, nu heb ik een verhaal. De andere plotlijnen ontstonden eigenlijk tijdens het schrijven. Een psychologiestudente, ik ben zelf psycholoog, wordt verliefd op een man die er meer mee te maken heeft. Terwijl zij haar favoriete neef probeert te redden uit de sectarische beweging. Ondertussen moet ze ook zelf afrekenen met haar eigen dubieuze verleden. Ik kom eraan gaat over mensen met al hun tekortkomingen, maar ook met hun vermogen om lief te hebben. Het is spannend, ontroerend, geestig en bij vlagen erotisch.